Hoi Maya. Wat we allemaal doen. Nou, wat doe je allemaal? Prachtige gouden schaaltjes. Ja? Met leuke randjes eraan. En dan kunnen ze mooie bloemen opmaken, zoals daar een voorbeeld. I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik loop momenteel op Bouwburg. Dat is een kinderkamp waar ze hutten kunnen bouwen, lol kunnen hebben, plezier en samen moeten werken. Van alles eigenlijk. In ieder geval, ik neem jullie mee en ik zou zeggen, blijf kijken. Even duimpje omhoog. Oké. Okay. IJsje. Hebben we ook nog stipje. Wat boven. Verkopen jullie allemaal dan? We zijn bijna uit, ja, maandag moeten komen, hier, daar hadden we alles nog. Nou ja, dat is alleen maar beter. Ik moet plassen, zegt Janel. Kan je zo even komen? Dus dan kom ik. En dan kan ik plassen en roken. Ja, en dan kan zij even haar momentje. En dan mag ik hier zijn, dus ik heb gisteren gekomen. En we hebben er niet zo druk. En Janel heeft alles al verkocht. Alles is al open. Ze zijn gewoon uitverkocht. Ja, we hebben gewoon goede zaken. Die vriend zijn hemmelijk. Nou, dan kan het trekken er ook uit. Oh, helemaal leeg. Nummer 2, helemaal leeg. Ja, er ligt nog een houtje, die kunnen verkopen. En we hebben hier. Bijna helemaal leeg. Bijna helemaal leeg. Oh, jij hebt nog wel t-shirts? Ja. Oh ja, ik zie het. Die ja, ik zie het. Ja. En we hebben nog een paar t-shirtjes. Ja joh, je weet maar nooit hoor. Kijk. En aan de achterkant is die blauw. Duimpje omhoog. Ik ga het weer je taak doen. Ik ga het weer je taak doen. Duimpje omhoog. En we doen alles nog een keertje over volgend jaar. Oké, okay. Nou dan ga ik nog even rondlopen. Zie jullie straks al. Ja, zoals jullie zien, ik mag natuurlijk niet te veel filmen. Ik mag geen kinderen filmen, begrijpelijk natuurlijk ook. Ik mag er wel even op. Dus ik ben in ieder geval op Bouwburg. En ik laat jullie zo meteen nog even wat hutten zien die leeg staan. Ik ben inmiddels aanbeland bij Marja's hoekje. En ja, Marja is er ook zelf. En ja, je gaat zo horen van Marja wat ze allemaal doet. In ieder geval, hier is Marja. Hoi Marja. Wat we allemaal doen. Nou, wat doe je allemaal? Prachtige gouden schaaltjes. Ja? Met leuke randjes eraan. En dan kunnen ze mooie bloemen opmaken, zoals daar een voorbeeld. Ze kunnen een droomhangertje maken. En ze kunnen, even kijken, ja die tassen, moest kijken hoe leuke tassen. Dan kunnen ze uit hun hoofd leuke tekeningen doen. We hebben schabloontjes. En dit is ook zo leuk. Zie je de Mexicaantjes? Slaat echt op Mexico. En wat hebben we nog? Wat het thema is Mexicaan of wat is het thema? Mexico, hè? Mexico. En spijkerbussen. Kunnen ze mooi versieren en andere spijkers in doen. Ja, waar ze de spijkers in kunnen bewaren. Of andere dingen, hè? Net wat ze willen. Ja, nou oké. Okay. Leuk bezigheid. Ze vermaken yes. Jij bent al bezig met een mooie tas hier. Ja. Oh ja. Nou, ga ik weer verder. Succes, dames en heren. Jij ook. Ja, eigenlijk zoals wat ik dus straks al zei, op de wet van privacy mag ik niet te veel filmen in dit geval. Natuurlijk begrijpelijk. Is ook helemaal geen probleem, geen schand. Zoals waar ik nu sta. Is er voetbal en is een springkussen. In ieder geval, er is voor de kinderen genoeg te doen. Ik heb een EHBO-tent gezien, ik heb een wc-wagens gezien. Die kan ik trouwens alleen maar doen. Wc-wagens. Hier de tent van de EHBO. En ik zie al dat er wat opgeruimd wordt hier links en rechts. Want ja, het is al bijna op het eind.